Goedemiddag en welkom bij alweer de laatste sessie van Moneybird Tea Time. Na 15 afleveringen is dit de allerlaatste en ja, kunnen we toch wel zeggen dat we een heel mooi palet van diverse sprekers aan bod hebben laten komen. Moneybird Tea Time is bedacht om ja, een stukje positiviteit ja, in de wereld in te blazen. En vandaag hebben we iemand die als gast die veel ervaring heeft met zijn gezin in isolatie leven. Iets wat wij ook allemaal doen. Tijdens deze uitzending zul je af en toe wat vogels en exotische beesten op de achtergrond kunnen horen. Dat ben ik niet, maar dat is onze gast Steven Swering. Steven, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel Joost. Je bent in Costa Rica. Vertel. Klopt. Ja, ik zit in het mooie Puerto Viejo de Talamanca, zoals het heet. Dus we zijn hier al sinds oktober neergestreken. Dat zijn inderdaad exotische vogels die je af en toe hoort. Soms ook nog een verdwaalde brulaap. En ja, wij leiden eigenlijk al een jaar of 9 nu een nomadische levensstijl. Dus het leuke is, we hebben het ook met veel mensen over. Wij zitten al heel lang in een soort vrijwillige isolatie. Want we runnen al heel lang ons bedrijf van afstand. Dus we weten eigenlijk als geen ander hoe het is om op afstand je bedrijf zichtbaar te blijven. Voor jezelf te zorgen, maar ook je dagen zo slim in te delen. Dat als er niemand is die zegt waar je aan moet werken of dat je altijd maar door kunt werken. Hoe manage je tijd en energie? En vandaar ook dat ik het heel tof vond om jullie initiatief voorbij te zien komen en daar steentje aan bij te dragen. Ja, onwijs leuk. En ik denk dat je ook ontzettend veel te delen hebt met ons van hoe je met je gezin omgaat, met je werk, met je tijd. Misschien is het leuk om naar de aanleiding te gaan. Waarom ben je dit gaan doen? Vanaf de baan die je eerst had en hoe ben je hier op het idee gekomen om deze levensstijl te omarmen? Ja, nou dat was, Diane en ik hebben elkaar leren kennen bij een grote corporate. Dus Diane was mijn eerste baas. En ik zeg altijd, ze is nog steeds mijn enige baas. Maar we hebben elkaar leren kennen eigenlijk in onze eerste gesprekken met ook een grote wereldkaart achter haar aan de muur. En we kwamen erachter dat wij eigenlijk een passie deelden voor reizen. En dat Diane die wilde heel graag de wereld over in een Toyota Land Cruiser nota bene. Dus die is er helaas nog niet van gekomen bij ons. Maar we hebben daar gezegd van tof, laten we eens kijken of we dat vanuit deze baan mogen doen. En toen na een paar jaar bleek van hey, deze baan gaat ons dat niet bieden, zijn we eigenlijk vrij snel besloten oké, dan gaan we ontslag nemen en het leven gewoon stapje voor stapje meer richt op onze voorwaarden. Dus onze eigen bedrijfje is begonnen, ik wat meer aan de consulting kant en Diana wat meer aan de zorg en de start-up kant. En ja, eigenlijk al spelenderwijs, zeg ik wel eens, hebben we een aantal skills ontwikkeld waarvan we dachten, hey, die zijn ook prima locatie onafhankelijk te doen. Dus we zijn in 2011 vertrokken naar Mexico en daar eigenlijk ons avontuur begonnen. En per jaar bekijken wij nu van, is dit avontuur leuk? Kloppen de voorwaarden nog waarop we begonnen zijn? 2 kindjes erbij ondertussen, zo'n gekke oude Volkswagenbus. En ieder jaar evalueren we eigenlijk van, hoe willen wij verder en wat kunnen we doen? En zeker met het oog op wat zich nu en in Nederland afspeelt, willen we heel graag daar ook denk ik een beetje aan bijdragen. In die zin van, oké, wat hebben we dan geleerd over hoe je slim je tijd en je energie managt, je werkdagen. Hoe doe je dat met 2 kinderen aan je been die hier toch ook voor een groot deel van de tijd bij ons zijn. Ze gaan hier van de school in Costa Rica, maar ook maar een paar uur per dag. Dus ze zijn veelal bij ons en hoe run je dan toch een bedrijf? Hoe zorg je goed voor jezelf en hoe plan je gewoon je dagen slim? En nu zijn er heel wat mensen overvallen om van een werksituatie met een kantoor en een nette bureaustoel noodgedwongen aan de keukentafel te gaan werken met een 27-inch scherm en op de plek waar normaal een bordje staat. Je hebt daar denk ik wel je opvatting over, wat wel of niet werkt, hoe omgaan met kinderen, rust zoeken, planning en afspraken maken. Volgens mij kun je ons daar heel veel over vertellen. Ja. Ja, ik denk dat we hebben veel meer dan een half uurtje wat we kunnen bespreken. Maar ik denk dat ik 3 dingen heel belangrijk zou vinden om te behandelen. Dus dat zijn ook de 3 onderwerpen eigenlijk die bij ons in ons bedrijf altijd aan bod komen. Dat zijn lifestyle design, je eigen gezondheid en in dit geval ondernemen. Dat is echt voor ons ook een belangrijke pas. Maar vooral dat lifestyle design stuk, dat is nu echt heel belangrijk. Dus als je in je eentje bent, is het wat makkelijker. Dus met collega's onderling afstemmen kan ook pittig zijn. Maar dan heb je op zijn minst nog gewoon thuis de vrijheid om te werken. Als je gebeld wordt of als er wat gedaan moet worden om dat te doen. Maar vooral als je en met partner en in ons geval ook met kinderen nu thuis zit. En je moet daarin je energie regelen. Ja, dan denk ik een paar slimme tips heb om dat op zijn minst een klein beetje draaglijker te maken. Want makkelijk wordt het niet. Zeker niet als het nog 3-4 weken langer duurt.
En we kunnen echt onze borst nat maken voor soort van de thuisisolatie waar iedereen in zit. Maar ik denk dat de drie belangrijkste dingen die Diane en ik al heel vroeg eigenlijk hebben gedaan, is dat we heel concreet afspraken maken over wie werkt. Dus we zitten niet de hele dag op de telefoon. Dus als ik werk, zoals nu, ik had deze afspraak, dan gaat Diane ook echt met de kinderen ergens anders naartoe, zodat ik hier in alle rust dit kan doen. Als het niet zo formeel is als dit, dan zit een van ons op de kamer afgesloten. Dan weet ook de ander, ik doe mijn best om die twee kleintjes even bij hem of haar weg te houden. Zodat de ander echt weet, ik heb een uur, dus dat is punt 2. Afzonderen is in 1 heel belangrijk, dus zorg ervoor dat je gewoon niet gestoord kunt worden. En deel 2 is, maak afspraken over die tijd. Dat geeft degene die op de kinderen past echt een soort van, en die weet van, dit, nu zijn ze van mij. Daar kan ik hem op inrichten. De activiteiten die ik met ze ga doen, schilderen, naar het strand, naar de winkel, spelletjes spelen, dat soort zaken. Maar dat geeft ook de andere stok achter de deur van, in dit uur moet ik mijn werk of mijn klus doen. Of dat nou voor je baas is of voor je bedrijf, maar je weet gewoon, deze e-mails, dit werk wat ik nu moet doen, dit belletje, sneller en efficiënter. En het derde deel is denk ik, wees realistisch en eerlijk naar jezelf. Dit is geen gewone kantoorsituatie. Dit is zoiets bijzonders. Je wordt fysiek, mentaal en emotioneel zo maximaal gestretched op dit moment. Reken, doe jezelf niet de bankschroef zo aan dat je een werkdag wil draaien van 8 uur. Niet eens van 6 uur. Ik denk dat 2 tot 4 uur komt eerst. Ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen. Ik zag vanochtend is hier nog 7 uur. Maar het artikel op de NOS inderdaad van mensen die echt thuis zitten en die rommelige keukentafel met eierdozen schilderen en aan de andere kant de baby met de fles in de mond. En dan inderdaad met de MacBook aan tafel. Ja, dat gaat niet gebeuren. En zelfs boven zitten of op een andere plek ben je in gedachten bij, ook bij je partner. Want je weet gewoon, die vangt het nu op en straks ben ik weer aan de beurt. Dus dat is onmogelijk om die balans te vinden en dan 8 uur werkdagen te kunnen draaien. Dus als je mij vraagt, dan zijn er twee zaken heel belangrijk om goed te managen in deze tijd. Dat zijn je tijd en je energie. Dus rustmomenten inbouwen in de dag. Dus ook die halve uurtjes die je af en toe hebt, niet achter een scherm, niet de laatste corona-updates lezen, maar even hardlopen, even wandelen. Met alle spelregels dat wij uiteraard in acht genomen, maar gewoon even eruit of even iets kijken. Voor mijn part Netflix, maar even een pas op de plaats. Zo belangrijk, de flauwe metafoor met het mondkapje, maar die gebruik ik heel vaak in onze coachings, is eerst dat mondkapje bij jezelf opzetten in een vliegtuig voordat je voor iemand anders kunt zorgen, is superbelangrijk. En dat geldt nu ook. Als jij goed voor jezelf weet te zorgen en de voorwaarden richt waarin jij efficiënt kunt werken, maar ook goed er voor je partner en voor je kinderen kunt zijn, neem even een slokje water, dan is er ook de harmonie in je gezin en in je bedrijf en in jezelf is een stuk sterker. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste. En ik weet niet, ik wil rustig verder gaan, Joost. Want een van de belangrijkste dingen denk ik die wij echt hebben toegepast het laatste jaar is ademhalen. Heel flauw. Dus heel veel mensen hebben het over meditatie of over yoga. Maar we hebben een praktische oefening die we eigenlijk allebei elkaar ook een half uurtje per dag voor geven. Om te zeggen, pak even een ademhalingsoefening. Dus dat is in dit geval een oefening die is van Wim Hof. Die kent iedereen misschien wel als de Iceman die in ijsbaden zit. Maar het is een super makkelijke oefening die je gewoon liggend op bed kunt doen met zijn app, met een koptelefoontje op je oren. En we hebben allebei gemerkt dat ons dat, het maakt ons een stuk weerbaarder, emotioneel, mentaal. En in deze tijden waarin de stress door je lijf en door je keel giert, is die passende plaats waar ik het over had. Maar tegelijkertijd is het een signaal naar je lijf. Met ademhalen communiceer je met je lijf. En met deze oefening kun je echt even gewoon zeggen, het is goed. Ik pak even dat moment en het geeft echt een boost aan jezelf. Dus we doen het hier fysiek met trainingen in Costa Rica, maar ondertussen ook op afstand begeleiden we mensen via Skype om die oefeningen goed uit te kunnen voeren. En dat zou een van mijn belangrijkste aanraders zijn. Dus de WHM-app van Wim Hof met de eventuele video's die op YouTube staan, die links kunnen we delen. Die zijn echt een aanrader wat mij betreft als je het hebt over gezondheid. Klinkt super leuk. Yoga of ademhalen. Maar de tijd daarvoor vinden om dat te doen. Wat is de eerste stap om dat te gaan doen voor mensen? Nou, vooral inzien dat alles echt maar relatief is. Dus
vooral ja tegen jezelf durven zeggen, omdat je dan weet dat je daarna nog betere kwaliteit werk op kunt leveren, nog betere partner kunt zijn onder deze omstandigheden of een nog betere vader. Dus wij zijn best wel extreem in het nee zeggen tegen projecten en ook bijvoorbeeld tegen het bewaken van onze energie. En misschien is wel een heel mooi voorbeeld dat wij zijn getrouwd in Mexico in 2013. En ons thema van onze bruiloft was alles is liefde. En we hadden ook een alles is liefde spaarrekening. En daar stond 2 maanden voor de bruiloft wel geteld €500 op. En we zouden 2 maanden later trouwen met 60 gasten in een hotel in Mexico. Dus dat was voor ons. Kijk, ik zei ook letterlijk tegen Diana. Ik zei, nou, dan moet maar eens aan het werk. Ik denk op een dag of 2, 3 later kwam er een mooie klus langs. Een grote investeerder die een platform nodig had waarin ik iets zou maken voor startups en investeerders om elkaar te vinden. En dat was een klus van bijna €8000. En dat ik zei, ja, van wat een geluk. We hebben hier een mooie klus. En daarmee zijn we in één keer een heel eind op weg. Want we hadden een vrij minimalistisch, toch mooie bruiloft in gedachten. Ik zei, het enige nadeel is, die vent is echt een eikel. En Diana is wederom, ik zei, ze is aan mijn baas gebleven. En ik zei, Steve, dan gaan we het niet doen. Ze zegt, wat heb ik nou aan €8000 als ik een aanstaande bruidegom heb. Die mede door die nare energie zit te klussen aan een project waar hij eigenlijk helemaal niet aan wil werken. Dus we gaan het niet doen. Dus het was best wel heftig om in die tijd nee te zeggen tegen zoveel geld en dat niet te doen. We hebben die klus afgeblazen en gezegd, dan vertrouwen we erop dat er iets anders gaat komen, dat we het op een andere manier kunnen regelen. En ik denk ook inderdaad nog geen dag later, fantastische klus voor iemand van de raad van bestuur van weer een groot bedrijf. Die had 20 slides nodig, een mooie verhaallijn op basis van 20 zinnen die ik kreeg toegestuurd. En daar kreeg ik €6000 voor. En dat was een klus, daar ben ik wel tot 8 uur mee bezig geweest. En waar ik anders geen ja tegen had kunnen zeggen. Dus dat was voor ons een hele mooie. En om te voelen van voor jezelf durven kiezen en die energie bewaken is heel belangrijk. Maar toch ook, dat zet de deuren open om andere dingen binnen te laten komen. En de kans te geven die eigenlijk wel aarden bij jou en bij jouw levensvisie. Dus ik denk dat vooral dat nee zeggen op zakelijke zin. En daarnaast nee zeggen ook in persoonlijke zin. Dus hier hebben wij mede met door 2 kindjes die echt niet heel erg goed geslapen hebben. De eerste 3 jaar gezamenlijk van hun leven. Dus we hebben een vrij heftige nachten gehad. Hebben we echt soms op misschien wel een kwartier van tevoren een Skype call met klanten afgezegd. Omdat we vanuit 2 redenen zeiden. We zijn er echt niet aan toe. We konden het echt niet opbrengen. En andersom gezegd, zij betalen ons voor onze, zo gezegd, voor de A-game. En als ik die niet kan brengen, doordat ik of een schreeuwend kind aan mijn been heb, of doordat we slecht geslapen hebben, of wat voor omstandigheden ook, of zelfs als de wifi slecht is, dan zeggen we hem af. En dan moet hij op een ander moment plaatsvinden. En dan zijn we vaak wel heel realistisch, want dan mag hij ook op een ander moment. En dan heeft een klant ook in dat geval een streepje voor in de zin van tijd. En dan maken we wat meer ruimte verderop in de agenda. Maar als het op het moment zelf niet goed voelt, dan zeggen we hem echt af. En dan zijn we echt wel eens door buitenstaanders om bekritiseerd. Maar ook hier geldt weer vaker wel dan niet, zeggen klanten die terug gaan zeggen, wat mooi. Eigenlijk kon hij mij ook niet lekker uit. En eigenlijk zat ik ook even druk. Of eigenlijk hadden we ook een slechte nacht. Veel mensen, ook met kinderen. En die zeggen van, dankjewel. Eigenlijk wel fijn dat we gewoon eventjes de rust hebben. En over en weer geldt die kaart ook. Dus mensen mogen dat bij ons ook doen. We zitten daar flexibel in als dat gebeurt. Dan is dat zo. Dat accepteren we in alle eerlijkheid en in alle rust. Dan zijn er denk ik best wel veel teams waar mensen gewend zijn om 8 uur per dag bij elkaar op kantoor te gaan zitten. Teams waar mensen kinderen hebben. Bij ons in het team is het ook gewoon het geval. De medewerkers die kinderen hebben, die ook al zeggen van ja, het is moeilijk om die 8 uur te maken. Ja. Het zorgt ook voor iets anders, namelijk dat die mensen, omdat ze minder werken, niet meer tegelijkertijd bij elkaar op kantoor zijn. Ja. De een is misschien van 9 tot 12 en andere, of 9 tot 1 en de andere is van 11 tot 3 aan het werk. Wat doet dat met de communicatie in het team en hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nou, ik denk dat wij mede door deze levensstijl, maar ook daarvoor al wel het geluk hebben gehad dat we echt bij een multinational werken. En dat wij al dwars door alle tijdzones heen leerden eigenlijk om projecten te managen. Dus ik had echt in mijn eerste baan, werkte ik van Chicago tot Shanghai. Dus wat had ook weer 2 dingen, bracht dat met zich mee. Het was en nooit stil op de mail. Maar tegelijkertijd was er dus inderdaad, was er altijd wel iemand die je nodig had, maar ook altijd mensen die elkaar niet konden bereiken. En ik denk dat wij toen al hebben geleerd om het super simpel en super, ik zit even naar een mooi Nederlands woord, maar actionable. Dus gewoon behapbaar te maken en uitvoerbaar.
Dus misschien wat kortere lijnen, wat minder grootschalige afspraken te maken, maar ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld, wat we nu ook zien en wat heel veel is, gewoon een WhatsApp-groep die alleen zenden is. Dus waar het niet gehoord kan worden, maar waarvan de projecteigenaar kan zeggen, ik zet daar de berichten alleen in. En daaromheen kunnen iedereen met zijn eigen verantwoordelijkheden kunnen elkaar vinden om onderling die afstemming te maken. En vooral die taken klein en simpel te maken, omdat je gewoon weet, je kunt even niet inschatten, gewoon empathisch van in welke situatie bevindt iemand zich op dit moment. Slapen, wakker, stress, misschien wel familieleden die ziek zijn. Dus des te meer reden om te zeggen, ik pak mijn boodschap zo in, van dit moet gebeuren, dit is de tijdslijn, voor dan en dan idealiter. Dan help je mensen ook in het zelf creëren van die voorwaarden waarin zij hem dan het beste uit kunnen voeren. En dat moment kunnen kiezen, oké, van dit is het nu. En als je weet, maar er is een harde deadline. Ja, besef ook wat je van mensen vraagt in deze situatie. Want een harde deadline neerzetten of een hard tijdstip en een datum om af te spreken. Ja, dat betekent automatisch, net als bij jou thuis in dit geval voor de zender, dat je de partner, als het slechts een stel bevat of omvat, dan moet die de boel opvangen. En als het ook kinderen zijn, ja, dan moet het hele gezin eventjes plek maken voor papa omdat die, of voor mama omdat die moet bellen. Dus het zijn heftige afspraken om in te schieten in iemands agenda. Dus misschien is daar ook wel een stukje bewustzijn over en weer voor de komende maand heel belangrijk om echt te kijken hoe belangrijk is dit nu echt. Vanuit die optiek voor iedereen die straks in het handboekje ontspanning wat wil lezen. We hadden het net ook al voor de tijd even over, maar het boek Rework is er echt eentje die wij in onze DSM-tijd al hebben gelezen en hebben meegenomen. Toen ook al in onze afdelingen hebben gekeken van hey, laten we op een andere manier kijken naar werk. En het boek geeft aan van ja, een vergadering van 7 mensen is niet van een uur, is niet 1 uur. Nee, dat is 7 uur. Dus om daar nog bewuster mee om te gaan deze tijd, van iedereen heeft al aanzienlijk minder tijd en energie in zijn dag. En een vergadering van een uur is misschien wel veel te veel. Om te proberen om het nog efficiënter te maken naar een half uur of misschien 20 minuten. En alleen die cruciale zaken te behandelen die er boven komen drijven. En de rest moet gewoon nog even wachten tot op een later tijdstip. Of misschien kan het wel in kleinere groepen. Dat zou denk ik een belangrijk advies zijn. Ja, je zegt eigenlijk dat het asynchroon communiceren gewoon heel belangrijk is voor mensen. Dat je in een relatie, in teams, met je kind. Communicatie is denk ik het toverwoord. Ja. Dus daar zijn niet voor niks hele studies van. Maar ik denk inderdaad wel echt dat daar waar kan. Want ook hier geldt, we worden allemaal. Ik merk zelf persoonlijk gezien echt die impasse en dat vacuüm waarin je voelt van hier hangt een hele grote soort van dreiging. Van wat gaat er met de staat van de wereld gebeuren versus hier. Wil ik mijn gezin, mijn baan, mijn huis, alles beschermen? En hoe verdeel ik, hoe balanceer je überhaupt alleen al die energie tussen informatie tot je nemen en aan de andere kant iets willen doen, bijdragen en gewoon je bijdragen aan iets groter dan jezelf. En daar ook open en eerlijk over zijn en misschien wel ook een klein stukje meer kwetsbaar zijn en ook ruimte voor kwetsbaar als managers van teams om te zeggen, er moet ook een moment zijn waarin mensen dat ei kwijt kunnen of op zijn minst even aan kunnen geven van joh, dit is serieus heftig en deze omstandigheden zijn even een tandje zwaarder dan een presentatie voor de board van ik noem maar wat, die heel spannend kunnen zijn, maar gewoon thuis met 2 kinderen is mogelijk nog heftiger denk ik. Dus ik denk dat er daarin misschien inderdaad de lijnen nog beter open en die communicatie nog meer daar de aandacht op vestigen, dat wel een belangrijk punt is. Ja, wat doe je nu als jouw telefoon gaat en je bent met de kinderen? Mijn telefoon is niet mee. Is niet mee. Dus gewoon, je legt hem gewoon weg. Nee, van, nee okay. dat is wel. Ja. Het is wel leuk dat je dat vraagt, maar die afspraak hebben we ook echt. Hij is, of hij is op Airplane mee als we gewoon foto's willen maken van de lekkere plekken waar we zitten. Want dat is een van de redenen waarom we deze levensstijl gekozen hebben en daar doen we het voor. En nu het verlaten strand waar mijn vrouw zich bevindt met de kinderen, ja, dat is en blijft idyllisch. Dus daarom gaat hij nog wel mee om foto's te maken. Maar eigenlijk staat hij bij ons allebei op Airplane, maar ik denk 9 van 10 gevallen gaat hij zelfs niet mee. Want we gewoon echt gemerkt hebben, van je gaat ongemerkt toch kijken en er toch mee bezig zijn. En zoals nu ook, hij ligt hier, maar hij gaat echt uit. Want dat betekent in het moment zijn. Dat is denk ik het toverwoord misschien wel om het te overleven. Dus hier en nu, bij wat ik aan het doen ben. En straks komt echt straks. Dus we plannen het wel 's avonds. Dus we pakken wel de avond van tevoren, pakken wij de dag met van wat staat er in onze agenda.
wie heeft wanneer de kinderen. En we proberen ook nog steeds zoveel mogelijk samen te doen, want ook dat is aan het einde van de dag waarvoor we dit doen. Ja. Ik denk dat wij effectief, en daar hebben we gewoon heel veel mazzel mee gehad, want we staan een beetje bekend om de mensen van de 4-urige werkdag. Dus dat is ook echt zo. Dus we hebben, ik denk de laatste 4-5 jaar, werken wel iedere dag. Dus dat is misschien nog wel een andere tip aan mensen om mee te geven. Van, we hebben rust gevonden in die 24 uur van die een dag telt. Dan moet je een groot deel is slapen en een andere deel is wakker. Maar er is te veel moois en te veel leuks om te doen. En daarvan hoort bijdragen aan en geld verdienen met is heel belangrijk. Maar er zijn nog zoveel meer dingen. Dus we hebben heel vroeg al gekozen van, we gaan niet ons oneindig verliezen in werk. We gaan 3 tot 4 uur per dag werken en de rest van de tijd echt besteden aan yoga, triathlons, andere zaken. Nu is die tijd dus nog een keer in 2 geknipt. Dus ik denk dat we allebei effectief 2 uurtjes per dag hebben, misschien 3, waarin we ons werk kunnen doen. En de andere tijd gaat gewoon niet. En vanochtend komt er een afspraak binnen van iemand die ik net van de week gesproken heb. En dan zeg ik echt van, ja, sorry, we moeten in deze tijd echt even iets langer ertussen laten dan 1 week. En we moeten hem even een weekje verder tillen, want ja, het is gewoon beperkt. Sorry, ik zat even met mijn mengpaneeltje wat te doen. Ja. Maar ik vind het super interessant. Wat een heel belangrijk aspect is eigenlijk, dat mensen denken van dat je op die 8-uurige werkdag op kantoor heel veel gedaan krijgt. Ten opzichte van 6 uur super gefocust of 4 uur super gefocust. Aanwezigheid is namelijk wat anders dan dingen doen. Op een kantoor heb je ook sociale interactie. Sta je met mensen aan de bar te praten. Natuurlijk is dat heel goed en is dat heel belangrijk voor een team. Ja. Maar de effectiviteit van het werk wat echt gedaan wordt, zit hem denk ik heel erg in die krachtige uren die jij aan het maken bent. Dat denk ik. En daarnaast, en dat geldt misschien wel meer voor de creatieve beroepen, maar ik zeg wel dat eigenlijk is bijna ieder beroep is ook creatief, want iedereen loopt in zijn dagelijks werk tegen bepaalde probleemstellingen of tegen problemen aan die je niet zomaar op kunt lossen. Die problemen lossen zich vaak niet op door heel hard naar je scherm te gaan staren. Uh-huh. Maar die lossen zich juist op door of interactie met iemand anders te zoeken. Of juist het bos op te zoeken. Of in mijn geval de racefiets of de mountainbike. Vaak kom ik terug en dan heb ik echt dat wat me denk ik anders veel meer had gekost. Of misschien niet eens was gelukt. Opgelost door juist afstand te nemen van wat dan mijn werk is. Dus ik neem bewust afstand. Maar onbewust zijn die dingen waar we ons mee bezighouden toch vaak belangrijk genoeg dat ze aan de onder de radar verder sluimeren. Maar soms moet het eerst even sluimeren voordat dat binnen kan vallen. Dus de druk die we onszelf opleggen van productiviteit en wat we denken dat we in 8 uur kunnen doen, ja, daar hebben wij al heel vroeg afscheid van genomen. We hebben er ook vrede mee dat we hebben een soort van, als wij nu gedurende de dag ideeën hebben of er komen vragen van klanten binnen hebben. We gebruiken de To-Do-app van Microsoft, wat voorheen Wunderlist was. Helaas werkt het nu niet meer zo mooi, maar we gebruiken de To-Do-app, waarin eigenlijk staat To-Do Today, To-Do This Week en To-Do Soon. En To-Do Soon, daar komen eigenlijk onze creatieve ideeën in, waarvan we denken als we echt tijd overhouden en we willen gewoon mooie dingen maken, dan kijken we daar doorheen. En de To-Do This Week zijn praktische vragen van klanten met betrekking tot websites of andere coachingzaken. En to do today betekent gewoon, oké, kan eigenlijk niet wachten, moet er nu uit. En dat is een soort van digitaal brein dat we gebruiken om toch een beetje die rust te creëren, om bepaalde dingen een plek te geven van, oké, ze staan op zijn minst genoteerd. We kunnen ook allebei in diezelfde app. En op die manier ondervangen we in ieder geval dat we weten van, het staat daar, dus ik heb eraan gedacht, maar ik kan het nu even loslaten. En dat geeft, dat geeft gewoon heel veel rust. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, we hebben er ook vrede mee gevonden dat die to-do-lijst alleen maar langer wordt. Dus die is, en dat is wel het allerleukste, want dan komt er in één keer, komen echte zaken bovendrijven die, en dat is ook weer wat wij in onze gesprekken met onze klanten altijd eigenlijk terug laten komen is, A, krijg jij de energie van? B, heeft het waarde voor iemand anders? En C, is iemand bereid om ervoor te betalen? En dat zijn eigenlijk nog steeds wel 3 belangrijke zaken waarop wij dan de ideeën die naar boven komen terug laten komen. En vooral die eerste is in deze tijd heel belangrijk, dan krijg je de energie van. Want als je er al geen energie van krijgt, ja, hoe ga je dan in deze tijd waarin alles al bijna energie kost, die balans goed houden? Dus vooral ik kan de metafoor niet vaak genoeg zeggen, denk aan dat zuurstofmaskertje in het vliegtuig. Daarmee doe je jezelf, je baas en je gezin een groot plezier door echt die momenten in te bouwen waarin je zegt, hier kan ik even ademhalen.
En of dat nou letterlijk een ademhalingsoefening is of gewoon even iets is wat je graag doet. Wandelen, hardlopen, film kijken. Met je kinderen lekker een stuk fietsen, ik noem maar wat. Maar gewoon even dat te pas op de plaats maken en voor jezelf zorgen gaat echt nog veel belangrijker zijn dan dat het al is als we dit met z'n allen nog een lange tijd willen volhouden. Want het is denk ik ook na 4 weken nog niet voorbij. Ja, het is best een bijzondere situatie, want jij bent nu gewend om eigenlijk in een goede situatie op afstand te werken en voor je gezin zo te zijn. Merk jij nu door het coronavirus dat er nog een andere extra ballast is? Ik heb 26 februari in mijn agenda gemarkeerd, want dat was mijn eerste dag dat een klant uit een Italiaans dorpje in Zwitserland, die daar een mooi hotel heeft, zei: Steven, die 1000 euro die je nog van ons krijgt, dat gaat niet gebeuren. Want we hebben ons hele hotel is gecanceld. En dat was echt het begin van toch echt wel zichtbaar domino effect. Dat al onze projecten waar we mee bezig waren en ook waar we ons mee bezig wilden houden. Dus fysieke trainingen die we in Nederland willen geven als we straks in mei terugvliegen naar Nederland. Ja, die zijn allemaal, staat het op losse schroeven. Dus we zijn hier ook echt heel hard bezig met onszelf eigenlijk opnieuw uit te vinden van hoe kunnen wij in deze tijd. En dan komen weer die 3 vragen terug van hoe kunnen we deze tijd van waarde zijn? Hoe krijgen we daar zelf nog energie van? En is er ook nog iemand bereid om daarvoor te betalen? En dan zijn we nu een aantal nieuwe experimenten voor aan het starten. Ik zeg altijd, dat is de ruggengraat van een ondernemer. Doet zich een probleem voor rugrechten en we gaan kijken van hoe kunnen we dat oplossen? Dus een van de dingen die wij nu zien is dat bijvoorbeeld mensen gaan geen langere termijn strategische trajecten aan. Want die kosten gewoon die kosten veel geld. En überhaupt is lange termijn is onzeker. Dus mensen weten niet, reizen en ondernemen is wat wij veel doen met mensen. Ja, dat is voorlopig eventjes ondernemen wel, maar reizen is voorlopig even een no-go. Dus wij hebben nu wat meer een quick fix plan. Dat komt ook binnenkort online. Waarin we gaan zeggen, hierin kunnen we je in een uurtje praktisch helpen met je website, of het nou technisch is of gewoon alleen advies over hoe die werkt en wat er staat. Maar ook sparren over misschien wel een bedrijfsidee dat je hebt. Dat je zegt, ik heb in deze tijd de kant van mijn bedrijf die ik had valt stil, ik wil wat anders proberen. Tof, dan kunnen we gewoon in een uur tijd daar feedback op geven en mee aan de slag. Dus dat is eigenlijk, we gaan even een klein beetje pleisters plakken in deze situatie en een beetje goede energie delen met mensen. In de hoop dat we ook toch binnen nu en een paar weken wel weer wat meer vooruit kunnen kijken en met mensen wat langere termijnplannen kunnen maken. Ja, dat is heel mooi om te horen. Het inspireert me wel dat je zegt van oké, ik haal uit die moeilijke periode toch weer energie om iets nieuws te gaan doen. En dat ik kan je daar alleen maar ontzettend veel succes in wensen. Een half uurtje gaat ook wel snel voorbij. We zijn bijna op het eind. Ik weet niet of je nog iets kwijt wilt aan de mensen voor de komende weken. Je hebt al heel veel gezegd. Ik kan veel zeggen. Het is een onderwerp waar ik ook gepassioneerd over ben. Zeker werken en energiehuishouding. Maar ik denk vooral dat goed voor elkaar kunnen zorgen begint met echt goed voor jezelf zorgen. Dat is denk ik wel misschien mijn uitsmijter en ook echt hoe we het zelf al heel lang toepassen. Dus aangeven wat jij zelf wil, dat ook helder met partner, maar ook met kinderen, zeker als ze wat ouder zijn, communiceren. En andersom ook dat van partner en van kinderen vragen en dat meenemen. Dat gaat voor een balans zorgen waarin hopelijk ieders zijn zaken aan bod kunnen komen. En waarin ook jij aan je eigen zaken goed toe kunt komen. Want het blijft koffiedik kijken wat dit gaat worden. Niemand weet precies wat dit gaat doen, niet voor je bedrijf. Dus onzekerheid is bijna de enige zekerheid die we hebben. Dus daarin rust vinden en ook zeker daarin blijven praten met partner en baas is echt een hele belangrijke, denk ik, en met klanten. En dat is ook wat wij hier doen. Dus de lijnen houden we kort met de mensen die we hebben, maar vooral met elkaar. Ook in de tussentijd dat we hebben, de koffiemomentjes die we hier inbouwen, hebben wij echt met elkaar erover van oké. Waar gaat het heen? Wat staat er op de planning voor vandaag? En vooral, waar heb jij behoefte aan? Dus Diane komt zometeen terug. Ik gok over 1 minuut of 3 als ze zich zo strak aan onze afspraken houdt. En dan neem ik ook echt de kinderen van haar over. En ga ik lekker met ze hier onder de douche naar het strand en spoelen we al het zwarte zand af. Zodat Diane even lekker even kan zitten met een kop koffie en weer even tot zichzelf kan komen. En zo zou ik zeggen, gewoon goed je tijd en energie in de gaten houden. En dan gaan we ons hierheen slaan. Dankjewel voor de hele mooie tips. Ik denk dat er heel veel mensen samen met mij zeggen van we kunnen hier echt wat mee. En ik wil je echt bedanken. En ik wens je jou ook vanuit Nederland heel veel succes en plezier nog in Costa Rica. En
Zeker, tot ziens als je in Nederland bent. Daarmee komt helemaal goed. Daarmee wil ik je bedanken. Blijf nog even hangen en dan ga ik afsluiten. Ja. Dank voor de uitnodiging. Het was hartstikke goed te doen. Nou, dan komen we aan het einde van 15 afleveringen Moneybird Tea Time. En ik wil iedereen bedanken voor die het mogelijk heeft gemaakt om deze uitzendingen te gaan doen. We hebben ongeveer 60 aanmeldingen gehad van hele toffe ZZP'ers, freelancers en kleine MKB'ers die in deze uitzending wouden. En ja, we hebben er 15 uit kunnen kiezen die denk ik een heel mooi palet aan diverse onderwerpen hebben belicht. Maar ook alle andere 45 mensen die zich hebben aangemeld, wil ik echt ontzettend bedanken voor jullie inspiratie. Daarnaast, op de achtergrond hebben de mensen van Moneybird hard gewerkt. Loes, Yvette en Alike, ontzettend bedankt voor jullie medewerking. En ik wens iedereen nog onwijs veel goeds toe de komende tijd. En tot ziens. Dankjewel.